Wij gaan vandaag in deel 2 YouTubers zijn auto's stelen. We hebben natuurlijk al een vorige deel opgenomen, maar vandaag gaan we het tweede deel opnemen. Laten we gewoon meteen beginnen. Laten we van de Maze Bank afspringen, want ik heb namelijk twee auto's die ik wil gaan stelen vandaag. Twee supercars die bij YouTubers horen. En we gaan beginnen met de auto van Royalistic. Voordat we de auto's gaan stelen, vergeet even zeker even te abonneren op dit YouTube kanaal. Abonneren is namelijk helemaal gratis en knal natuurlijk even zeker op het blauw duimpje omhoog. Oké, we zijn aangekomen bij het huis waar de auto staat van Royalistic. Namelijk een McLaren en ik weet niet precies wat voor type het is. Maar het is wel dezelfde type als het goed is. En die staat als het goed is hier. Oh, even kijken, even een poortje open. Hey, hallo mannen, ik ben even aan het kijken hoor. Wat voor mooie auto jullie hebben hier zien staan. Wow, oké, dat is een hele gave auto. Die gaan we stelen. Voordat we gaan beginnen, heb ik namelijk iets heel belangrijks te vertellen. Ik heb namelijk iets gekregen van BenQ. En dit is echt geweldig. Ik had dit namelijk heel erg hard nodig. En dit is namelijk een monitorlicht. Namelijk de Screenbar Halo van BenQ. Met een draadloos kastje erbij, zodat je hem draadloos kan besturen. Dit is het monitorlicht. En aan de achterkant heb je namelijk ook belichting. Ik ga het jullie laten zien. De Screenbar Halo van BenQ is voor mij de perfecte oplossing voor mijn verlichtingservaring. Tijdens het maken van huiswerk, maar dat kan ook tijdens het film kijken en dat kan tijdens alles zijn. En als ik dus achter mijn computer zit en tijdens het maken van huiswerk ook. Hij kan verlichting geven aan de voorkant en aan de achterkant. En je kan met het draadloze kastje, kan je hem helemaal besturen en kan je van alles en nog wat aanpassen. Je kan namelijk de felheid instellen, hoeveel hij schijnt. En je kan instellen als hij aan de voorkant of achterkant licht moet geven of aan allebei de kanten licht moet geven. En je kan het lichtsoort aanpassen. Je kan hem namelijk een koude kleur geven en je kan hem namelijk een wat warmere kleur geven. En dat geeft echt een hele gezellige sfeer. Zodat het contrast van de belichting helemaal goed is. En zodat je een hele goede sfeer hebt tijdens het gamen of tijdens het huiswerk maken, tijdens het film kijken. Het kan van alles en nog wat zijn. Ik heb hem getest en hij is echt ideaal. Het geeft voor mij echt de perfecte lichtervaring. Kijk even zeker in de beschrijving voor de linkjes van het product. Het is namelijk heel erg tof. Maar om hier gelijk een gun te gaan pakken is denk ik niet heel handig en het huis is ook veel groter. Dus laten we even hier beginnen. Laten we aan de andere kant van het huis beginnen, zodat we heel sneaky alle mensen kunnen gaan elimineren. Oké, ik ben in het huis gesneakt en ik zie hier ook al een persoon staan. Die gaan we gewoon even neerschieten met de suppressor. Oh, die ziet het ook. Oh, oké, ik krijg ook al politie achter me aan. Want al die andere mensen zagen het. Oké, paniek, 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 paniek. Schiet ze in. Oké, die mevrouw zat achter de telefoon en daardoor is de politie gebeld. Oké, schiet ze al, meneer. Schiet zo neer, meneer. Oh, hier is ook een bodyguard, hier is ook een bodyguard. Schiet al die bodyguards neer. We moeten de McLaren stelen van Royalistic. De gele McLaren. Oké, hier is nog een bodyguard, daar is nog een bodyguard. En hier, en volgens mij, dit is Royalistic, volgens mij. Ja, Royalistic is namelijk ook al wel wat gespierd. Dus dit is Royalistic. Hey, vriend, ik jat even je auto, maat. Later. Oké, de politie is er al. De politie is er al. Jat deze dikke auto. Oké, let's go. We moeten zo snel mogelijk wegwezen. Dikke McLaren trouwens. Oké, let's go, let's go, let's go. Mooie gele kleur. Oké, moeten gaan. Let's go. Vluchten. Oké, politie achter ons aan. Oh nee, oh nee. Maar we gaan proberen te vluchten. Dit moet zeker gaan lukken. Dit moet zeker gaan lukken. Want dan hebben we de dikke auto, jongens. Let's go. Let's go, let's go, let's go. En ze zoeken ons al. De politieagenten zoeken ons al. Dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Oh nee, we hebben 4 sterren politie achter ons aan nu op dit moment. Oké, dat is geen goed nieuws. Dat is geen goed nieuws. Oké, en ik moet ook niet te veel damage gaan doen op deze mooie auto. Want dan hebben we echt een groot probleem. Oh, oké, remmen. Oh. En ik zei net dat ik niet zoveel damage moest doen op deze auto. Nou goed, we gaan verder. Het is even niet anders. Let's go, let's go, let's go, let's go. Zo snel mogelijk. Kijk, dat is het chillen. Als je deze auto stilt, kan je makkelijk ontsnappen van de politie. Als het goed is, als het goed is. Want ja, deze auto gaat zo ontiegelijk snel, mensen. Zo ontiegelijk snel. Dus wij kunnen ook gewoon... Ja, dan moeten we wel een beetje kunnen gaan rijden. Maakt niet uit, we kunnen hem straks helemaal repareren, mensen. Het komt goed. Kunnen we hier tussendoor? Nee, we zitten vast. We zitten letterlijk vast. Ik zit vast! Help! Dit ben je niet. Oké, gelukkig niet. Oké, let's go. We moeten wegwezen. Go, 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 go. Snel wegwezen hier. Oh, kom op, Kevin. Leer een beetje rijden. Er staat een helikopter. Oké, ik kan wel weggaan met die helikopter, maar dan is de auto ook weer weg. Let's go, let's go. Go, 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 go. Moet hier wegwezen. Aan de kant, mensen. Oké, de politie zoekt ons weer. En de politie staat hier, heeft ons weer gevonden. Oké. Gewoon een beetje doorrijden. En dan zoeken ze ons soms op een gegeven moment wel weer. En dan kunnen we gewoon ontsnappen. Let's go. Oh, 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 oh. We hadden bijna een ongeluk. Hier naar links. Ja, ik denk dat de politie ons zometeen weer kwijt is. En dan kunnen we letterlijk makkelijk verstoppen hier. Hier, go, go, go. Verstop je. Oké, de politie is nog ons niet kwijt. Oké, dat is wel een beetje jammer. Maar goed. Het komt wel goed. Het komt vast goed. Ik wil deze auto namelijk hebben. Hier, verstop je. Soort van. We kunnen hier ons wel verstoppen, toch? Ja, de politie zoekt ons. Let's go. Dat is goed nieuws. Dat is heel
goed nieuws zelfs. Dat is heel goed nieuws. Oké, we zetten onze auto hier in de hoop dat ze ons kwijtraakt. En het is gewoon gelukt. We zijn de politie kwijtgeraakt. We hebben onze eerste auto van Royalistic. Maar die moeten we wel even fixen binnen 3, 2, 1. En hoppa, hij is helemaal gefixt. En we kijken hoe hij eruit ziet. Ja hoor, hele mooie gele auto. Zo ziet de auto ongeveer er ook vanuit uit van Royalistic. Dus dat komt mooi uit. Die hebben we mooi binnen. Oké, dit is het tweede huis die we gaan overvallen. Het staat vol met bodyguards. Zoals je ziet, hier staat een bodyguard. Hier staat een bodyguard. En hier staan heel veel bodyguards met de auto van Don de Jong. Namelijk een dikke vette Lamborghini. En die gaan we namelijk proberen te stelen. Hiervoor hebben we natuurlijk wel een beter wapen nodig zoals deze. Kijk, deze kan heel snel schieten. En heeft ook nog eens een suppressor, zodat we niet opvallen. En we staan hier ook trouwens te schieten op straat. Ja, dat valt op zich wel een beetje op. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon naar binnen. Let's go. Oké. Hey meneer. Ik kom hier namelijk een overval doen. Ik weet het. Het ziet er een beetje gek uit dat ik een wapen heb. En doet u de poort voor mij even open alsjeblieft. Ja, goed zo. Goed zo, goed zo. Trouwens, we kunnen dit ook wel anders oplossen. Ik heb hier wel een wapenstok. Let's go. Bam. Hoppa. Knockout, meneer. Bewaker van Don. Oké, kijk, kijk, er staat hier iemand het gras te maaien. Haha, later. Die had ons niet door. Kijk, ik zie daar nog een bewaker. Hoppa, die is neer. Oké, we hebben nu 3 mensen neergeschoten. Want ja, de politie moet natuurlijk niet gebeld worden. Oké, hier naar de boom toe, hier naar de boom toe. Oké, ik zie daar een bewaker. Oké, die gaan we neersnijpen. Hoppa, let's go. Ik zie daar nog mensen. Oké, dit moeten we heel sneaky gaan doen trouwens. Let's go. Oké, hier naartoe. Oké, moet hier overheen klimmen. Let's go. Go, 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 go. Het moet niet opvallen. Het moet niet opvallen. Het moet niet opvallen. Het moet niet opvallen. Mooi fonteintje trouwens hier. Oh, hier staat ook nog een bewaker. Oké, we doen gewoon net alsof we hier werken. Hallo meneer. Ik kom net van de golfclub af. Hallo. Bam. Let's go. Dat was mooi. Oké, voor de zekerheid. Oké, die is neer. Oké, we komen steeds dichterbij. Oké, daar staan 2 bewakers trouwens. Kijk, daar 2. Even kijken hoor. En ik zie daar een mevrouw. Staat daar een mevrouw te roken of niet? Ja, die mevrouw is daar aan het roken. Roken is slecht voor een mevrouw. Dus zo. Oké, goed zo, goed zo, goed zo. Hebben hun dat gezien? Die mensen hiernaast? Nee, nog niet. Oké, gaan we dit zo doen of gaan we dit even op een andere manier doen? Even kijken wat handig is, hoor. Want we moeten dit echt niet verkloten. Want dan zijn we namelijk echt de Sjaak. Trouwens, mooi tennisveld. Oh, kijk, 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 daar staat de auto. En daar staan nog heel veel bewakers. Oké, laten we deze suppressor pakken. En laten we gewoon even deze bewaker uitschakelen. Oh, nee, ze hebben het door, ze hebben het door. Oké, tenminste, die mensen hebben het door. Die andere bewaker niet. Waarom heeft die bewaker het niet door? Oké, kijk, 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 daar komt iemand. Hoppa, let's go. Die hebben we ook neer. Oké, even kijken. Wacht, 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 wacht. Let's go. Die hebben we ook neer. Vraag me niet waarom deze bewakers het niet door hebben gehad. Maar dat maakt niet uit. Oh, kijk, daar vlucht iemand. Hoppa, let's go. Let's go. Goed zo, goed zo. Want als die mensen vluchten, kunnen ze natuurlijk de politie bellen, hè? Dat is niet de bedoeling. Trouwens, echt een mooi huis, dit hier ook. Maar daar zijn we natuurlijk niet voor. Hey, mensen. We zijn hier voor de auto van Don de Jong. Let's go, let's go, let's go, let's go. Pak de wapens, pak de wapens, pak de wapens. Let's go. Dit is een overval, dit is een overval, dit is een overval. Nee, niet wapens pakken, niet wapens pakken, mensen. Niet de wapens pakken. Kijk, kijk, kijk. Deze wou zijn wapen pakken. Kijk, kijk. Deze wou letterlijk zijn wapen pakken. Nee, nee. Je bent te laat, vriend. Oké, let's go, let's go. Stil de auto, stil de auto. We hebben nog geen politie achter ons aan. Dat is een goede zaak. We hebben trouwens wel bloed op deze auto zitten. Wow, yo, moet je trouwens kijken wat voor dikke auto dit is. Wow, yo. Groene remklauwen ook. Wat een bak, hé. Wow, yo, wat een bak. Oké, we gaan snel wegwezen. Moet hij zo snel mogelijk wegwezen. Oh, er staat er nog een bewaker. Die bewaker moet trouwens nog even neer. Die moeten we even knock-out slaan. Hé, meneer, gaat het ermee? Bam! Oh, let's go, die is knock-out. Oké, snel. Er komt ook al een ambulance aan. Huh, hoe dan? Oké, we moeten die snel wegwezen. Let's go. Oké, even kijken. Oh, er staat hier ook een bewaker. Doe de poort open, bewaker. Bewaker, doe de poort open. Snel, let's go. Goed zo, goed zo, goed zo. Goed zo, goed zo, goed zo. Blijf daar staan, blijf daar staan, blijf daar staan. Oké, we gaan die snel wegwezen. Let's go. Doei, bewaker. Let's go. Let's go. Klein probleempje. We hebben 5 sterren politie achter ons aangekregen. Waarschijnlijk omdat die laatste bewaker niet dood is gegaan. Oké, let's go. We moeten zo snel mogelijk vluchten met deze dikke auto. Maar dat lukt wel, want deze auto is enorm duur. Een enorme gekke supercar is dit van Don de Jong. En die gaan we zeker wel, ook kapot maken blijkbaar. Maar die gaan we natuurlijk even proberen veilig te brengen. Zonder dat de politie ons probeert op te pakken. Oh, oké. Let's go, let's go, let's go. Dit is trouwens echt een dikke wagen, hey. Wow, yo, hey. Oké, let's go, let's go, let's go. Hier tussendoor. Bam, oké, politie hier, politie. Dit ding gaat trouwens snel, jongens. Dit ding gaat nog sneller dan een raket, joh. Oh, oké, hier tussendoor. Oh, oké. Vergeet trouwens ook even zeker niet even te abonneren op de YouTube-kanaal. Abonneren is namelijk helemaal gratis. En wie weet ben jij wel de 70.000ste abonnee. Of de 80.000ste abonnee. Wie weet, ik kan ermee helpen. Ik knal toch zeker even op Blijdip, joh. Dikke vette baas. Oké, let's go, let's go, let's go, let's go. We moeten zo snel mogelijk wegwezen hier. Hoe gaan we kunnen ontsnappen van ooit van 5 sterren politie? Het scheelt wel dat we een dikke auto hebben. Alleen, ja, als de politie die kapot maakt, dan zijn we wel verder van huis. Oké, hier naartoe, hier naartoe, hier naartoe. Oké. We moeten dit wel even slim aanpakken, mensen. Want we hebben 5 sterren politieauto's aan. En dit wordt de moeilijkste auto om te stelen waarschijnlijk. Deel 2 dus, hè. Van het stelen van deze auto's. Ja, jawel, 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 jawel. Alleen, ja, dat wordt wel even een beetje lastig als we 5 sterren politieauto's aankrijgen. Maar snap ik ook wel, want het is natuurlijk een hele, hele dure auto. Oh, nee. Oké, go, 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 go. Let's go. Oké. Hoe kunnen we het best ontsnappen met deze auto? Misschien kunnen we ook wel een helikopter regelen voor de volgende keer. Zodat we deze auto letterlijk kunnen gaan optillen. Hé, kijk, ik zie daar een stunt. Misschien als we de stunt doen, dat we dan de politie kwijtraken. Ik weet het niet. Oh, oké.
Oké, dit is wel zonde. Oké, we vliegen heel hoog in de lucht. Oké, let's go. Go. Oh, we raakten ze trouwens wel heel even kwijt trouwens. Maar ja, dan vinden ze ons weer natuurlijk. Oké, we gaan niet tussendoor. Wow, yo, dit is trouwens ook een dikke auto. Kan ik hier ook? Kan ik hier ook in? Helaas niet. De politie zoekt ons weer. Maar er komt daar een helikopter aan. Mensen, moet hier snel zelf weg. Oh, hey, is hier een leuk feestje gaan of niet? Kom op, doe de poort open. Nee, oké, we zijn alweer. Oké, de politie heeft ons alweer gezien met de politiehelikopter. Oh, we zijn echt trouwens goed te sjaak trouwens. Want al die politiehelikopters, die moeten we proberen kwijt te raken. Nou, dat kan vast wel met deze auto. Maar we hebben er gewoon even wat meer tijd voor nodig, denk ik. Let's go, de politiehelikopter volgt ons ook letterlijk. Oh, dat was een crash. Oké, ik moet ook nooit gaan rijden met dat beeld. Let's go, we hebben trouwens een lekker band. We hebben een lekker band. Hoe kunnen we ooit gaan ontsnappen met een lekker band? Oké, alhoewel, Dit moeten we gewoon doen. We moeten vertrouwen houden. We moeten ons vertrouwen houden. Kom op, let's go. Dit moet lukken, toch? Wat als we nou in die tunnels gaan? Als we nou allemaal die tunnels doorheen gaan en zo, dan raakt de politie ons op een gegeven moment wel weer kwijt. Ah, oké. Oké, deze auto moeten we straks echt even repareren. Maar dat kan wel. Probeer gewoon te ontsnappen, Kimmer. Let's go! Oké, we doen net een zieke jump trouwens. Wat een mooie auto trouwens ook. Oh, we zijn de politie kwijt. Maar dan komt de politieauto hier om de hoek. En die heeft ons weer gezien, verdorie. Oké, hier tussendoor. Oké, we moeten naar die tunnels toe gewoon, weet je. Dan kan je het gewoon het beste ontsnappen. En dat gaan we gewoon nu doen. Ik heb geen zin om nog meer langer te wachten. Ik wil deze auto straks in mijn eentje kunnen rijden. Zonder dat er politie achter me aankomt. Hier, we moeten hier naar beneden toe. Dat kan ook zo. Let's go. Hier heb je die tunnels toch, of niet? Dat dacht ik tenminste. Kan je hier er niet in? Dit is niet de tunnel die ik bedoel eigenlijk. Waar is die tunnel nou dan? Oh, die is hier bij de snelweg zeker. Ja, hier om de hoek. Oh, we kunnen letterlijk onder de auto door. Oké, let's go. We moeten hier naartoe. Oh nee, er komt ook een politieauto achter ons aan. Let's go. Hier kunnen we ontsnappen. Mijn game is letterlijk gecrashed. Alleen, ja, hierdoor zijn we natuurlijk wel ontsnapt van de politie. Dus we hebben de auto van Don de Jong, de dikke Lamborghini. En we hebben de auto natuurlijk van Royalistic. Vergeet zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal voor meer video's. En het kanaal ook zeker even op het blauwe duimpje hoog. En klik trouwens op een van deze twee video's. Doe het snel. Doe het heel snel. Want over een paar seconden gaat deze video weg. Dus klik snel op een van deze twee video's, ja?